Hi, voor deze oefening hebben wij een batterij van 12 volt. Je batterij van 12 volt zal 8 uur lang een stroom moeten leveren van 5 ampère. De vraag is, hoeveel energie heeft die batterij nu eigenlijk moeten leveren? Dus hetgeen wat dat gevraagd is, is de arbeid wat die batterij moet leveren. We hebben daar twee formules voor nodig. Dus we moeten eerst natuurlijk het vermogen weten dat die batterij zal moeten leveren. Het vermogen P is gelijk aan spanning maal de stroom. En ons arbeid zal dan gelijk zijn aan ons vermogen maal de tijd dat die batterij die stroom moet leveren. Dus, als we eraan beginnen. En onze oplossing. Wat is nu het vermogen dat die batterij eigenlijk levert? Nou, vermogen is gelijk aan de spanning maal de stroom. Indien we dat invullen, krijgen wij 12 volt maal 5 ampère. En dat is gelijk aan 60 watt. Dus, we hebben een batterij die vermogen moet leveren van 60 watt. Als die batterij dus 60 watt levert gedurende 8 uur, hoeveel arbeid heeft die dan eigenlijk verricht? Dus arbeid, die formule hebben we hier al staan, arbeid die wordt berekend als het vermogen maal de tijd. Dus arbeid is vermogen maal de werkingsduur is gelijk aan, wel, het vermogen, dat hebben we hier iets berekend. Dus 60 watt maal een tijd van 8 uur, maal 8. En dan krijgen wij hier dus een resultaat, als resultaat een arbeid van 480 wattuur. Nu, wattuur, dat is iets, daar spreken wij meestal niet over. Over het algemeen gaan we dat uitdrukken in kilowattuur. Op je energiefactuur zie je ook altijd kilowattuur staan. Dus gaan we automatisch gaan vereenvoudigen naar kilowattuur. Dat is 0,48 kilowattuur.